We gaan het nu hebben over dit boek, even de dikte ook. Henny Kuiper, kampioen wilskracht. En ik citeer even de eerste alinea uit het voorwoord. En dat voorwoord is van Eddy Merckx. Ik citeer. Wanneer ik aan Henny Kuiper denk, schieten mij drie begrippen te binnen. Inzet, kracht en zegedrift. Zijn inzet is bewonderenswaardig en onovertroffen. De kracht die hij uit dat geblokte lijf weet te persen is imponerend. En zijn zegedrift is ongeëvenaard. Hij schrok er niet voor terug zichzelf te pijnigen. Op het moment waarop andere coureurs stopten, had hij de wil en de kracht om door te gaan. Altijd maar weer. Kuiper verzaagde nooit. Einde citaat. Aan tafel Henny Kuiper en oude vrienden uit het peloton, José de Kouwer, Rob Harmeling en Henk Lubberding. Ja, volgens mij ben je bescheiden, Henny, van karakter. Maar als je dit zo ziet en je bladert dit zo door, overigens even zeggen, gemaakt door Joop Holthuizen, Jacob Bergsma en Björn Kuiper, dat is je broer, of je zoon. Ja, je zoon. Als je dit zo ziet, dan hoef je niet zo heel erg bescheiden meer te zijn. Hè? Dat stelde wel wat voor, hè? Ja, daar mag ik zeker trots op zijn. Dat vind ik wel jammer. Ja. Even de erelijst voor de jongere kijkers die denken... ja, Henny Kuiper, naam uit het verleden. Wat heb je zo al gewonnen? Of moet ik het gewoon aan je collega's vragen? Ja, ga maar even. José, wat heeft hij gewonnen? Wat heeft hij niet gewonnen? Ja, de Tour de France. Tour de France. Dat is de enige eigenlijk, hè? Ja, en Luik Bastenaken-Luik. Ja, en Luik Bastenaken-Luik. En inderdaad, voor de rest heb je eigenlijk alles wel gewonnen. Dit is een fotoboek. We gaan ook vooral foto's kijken. We gaan helemaal niet naar bewegend beeld kijken. Ik ga naast Erik zitten. We maken er een klein beetje een bioscoop van. We hebben als redactie een beetje een mooie compilatie van deze foto's gemaakt. Met commentaar daar soms bij van Mart Smeets. We horen Theo. Mooie teksten ook, hoor. Ja, het zijn ook mooie teksten in, dat klopt. Ook Theo Komen horen we nog even. Die hoorde ook allemaal bij die tijd. Laten we daarmee beginnen. Het is wachten op Henny Kuiper nu. Erwin, het ogenblik is alleen weg. Ja, houdt u even vast, is alleen weg. Olympisch kampioen van 1972.